Hallo Knus en welkom op mijn kanaal. Vandaag gaan we een beetje snel doen. Ik heb niet veel batterij, 12%. En ik ga naar het ziekenhuis en verder no planning. Oh ja, ik moet er veel ophalen. Oh, en ik moet... Ja, ik heb wel een planning. Ik spreek jullie zo wel. Ja, zeg dat wel. Ja, ik heb net begonnen met telefoonnummer. Ik heb het allemaal niet. Kijk of die baby mij ook nog wil schoppen. Echt hè? Hij was net wel bezig toen ik zat. Ga even je benen weer optrekken. Ja, nee, ja, zeker. Ja. En wat voel je? Je hebt denk ik aan deze kant meer schopjes dan aan die kant, klopt dat? Ja, klopt ja. Vaak. Mijn ruggetje ligt aan deze kant. Oké. Okay. Mag je even inademen? Rustig uit. Ja. Hoofdje ligt beneden. Oké. Nee, die gaat hier. Uit en daar. Echt, hè? Een hele goede snelheid. Je hoort ook dat het af en toe ietsje sneller gaat. Ja, klopt. Het is langzamer, dus allemaal heel normaal. Heel goed. Het was sneller. Keurig. Mooi. Nou, zoals jullie hebben gezien, is alles goed gegaan. Ik ga de veel jullie voor school halen, want ik ben alweer bijna laat. Het is al 31, dus dat gaat. Ik heb ongeveer 20 minuten fietsen minimaal. Dus ik hoop dat ik het binnen 20 minuten red. Ik heb honger, maar ik kan geen patat gaan halen nu, want ik wou echt patat eten met mayo. Misschien ga ik het doen als ik de jullie gehaald heb. En ik moet naar een ING-bank om een nieuwe pas aan te vragen, want dat is dus blijkbaar fout gegaan. Ik zie jullie zo. Hey yo, nou lekker weer tegenlicht jongens. Ja, ik mag vertellen. Ik wil mijn gezicht wel gewoon hier kijken. Ja, maar je moet eigenlijk hierin kijken. Hallo, wij gaan vandaag hier. Je moet hier kijken in de lens. Hallo, we gaan vandaag buiten eten. En dat vind ik heel leuk. Maar toen wij gingen ook een keertje nog daar eten. Dat is daar zo. Even kijken. Hier zo. Ja. Mag ik mijn ijsje opeten, toch? Ja. En nu gaan we lekker hier eten een keer, hè? Gaan we kijken waar we het lekkerder vinden. En de volgende keer kunnen we kiezen op welke lekkerder was. Dat of chips, mayo. Ja, patatje met mayo hebben we allebei. Ja, of gewoon ijsje. Als het lekker is. Dat kan ook. Ja. En als we alles op hebben gegeten, dan krijg je een ijsje. Ja. Als je alles opeet. Maar als je niet alles opeet, dan niet, hè? Want eigenlijk hebben we ook ijsje thuis, dus eigenlijk moeten we niet ijsje hier eten, toch? Dat hoeft ook eigenlijk helemaal niet. Want we hebben genoeg ijsjes thuis. Ja, maar ik mag toch... Ik mag toch die meneer zijn ijsje? Ja, maar daar moet ik ook voor betalen, hè? En ik heb al betaald voor de ijsjes die we thuis hebben. Maar als je alles opeet, dan mag jij wel ijsje. Maar als je één patatje overlaat, dan niet. Deal? Is het deal? We gaan kijken mensen of jullie alle patatjes op gaat eten. Ja? Als ik maar heel veel patatjes heb opgegeten, dan krijg ik ijsje, toch mama? Yes. Dat zei je. Ja. Is het niet?
Hier, hou me vast. Goed vasthouden, ja? Ik ga even een patat halen. Als je niet heel veel patatjes op eten kan... Mensen, kijk, als je niet heel veel patatje opeet van mij, dan krijg je niet ijs, alleen maar je mama. Is dat ijsje? Wat? Dit is een patat. En deze is van mij. Nou, we gaan even eten en ik zie jullie later. Ja. Nou, de Philly zit nu al voor, mensen. Zit je vol? Ja. Zit je vol? Ja. Ja. Ik ben dus nu aan het editen en dan zie je dat ik dus mijn vlog niet afgesloten heb en ook niet verder gefilmd heb. Waarschijnlijk was ik gewoon fucking moe van het fietsen en ja, daar ben ik altijd moe van. Ik zit uit de shit, want ik ben best wel moe. Ik ben dus aan het editen en toen kwam ik erachter dat ik dus de video niet afgesloten had. Dus hierbij, nou de file kreeg vast een ijsje toen we thuis waren. En op dat moment kreeg ze dus geen ijsje, want ze had dus niet alles opgegeten. En ja, dat was het dan voor deze vlog. Ik hoop dat jullie het, ondanks dat het best wel kort is, wel leuk vonden. En als dat zo is, vergeet je duimpjes niet omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren en het belletje mee te nemen. Om op de hoogte te blijven van al mijn video's. Yay, want dat wil jij. Bedankt voor het kijken, bye. Heb je tijd, niet man, niet kwalijk dat ik even. Sorry, heb je kansen verspild, ik ging er zeker voor.